Hallo. Jullie zijn vast de talenten van Hair Music ontstaan. Ja, dat is waar. Nou, welkom vandaag, want jullie mogen kijken bij de repetities van Hair. En ze zijn al in voorgang bezig. Dus ga je mee naar achter? Ja, dat is goed. Nou, hier is het, in deze zaal. Maar ze zijn al bezig, dus we gaan het zo goed zijn binnen. Goed? Ja. Hey, Veron. Alles goed? Ja, man. Owen, hoi. Dag, CM. Hey. Welkom, ga lekker zitten. Zo. Vond u het leuk? Ja, heel leuk. Graag. Ja? Spannend, hè, om zoiets te zien? Ja. Ja. Zo'n repetitie. En nog een paar jaar, dan staan jullie zelf ook, hopelijk. Ja. Hopelijk. Hopelijk. Fingers crossed. Ja. Ja. Nou, welkom, jongens, in Zaandam. Ja, bedankt. Het was heel gaaf met de repetities. Ja, vond je het leuk? Ja, heel gaaf. Ja? Nou, we hebben vandaag een moeilijk stuk gemaakt. Dat is namelijk de trip. Onze hoofdrolspeler die krijgt LSD. En dan ga je allemaal dingen indenken in je hoofd die helemaal niet waar zijn. Dus het was spannend, maar het wordt wel heel mooi, denk ik. Vond je van het vuur? Ja, heet. Pittig, hè? Ja, gaaf. Pittig, hè? Ja. Ik had nog een vraagje. Ja. Hoe heb je al deze dansen bedacht? Er is een script. Dat bestaat, dat schrijft iemand. Dat krijg ik dan binnen. En er is muziek. En dan ga ik thuis luisteren en dan bepaal ik eigenlijk aan de hand van wat ik hoor waar een dansnummer moet komen. Vandaag heb je gezien dat we een trip aan het maken zijn. Nou, er wordt een beetje gedanst, maar het is meer wat ik noem musical staging. Ja. Mm-hmm. Dus dan hoef ik niet echt pasjes te verzinnen. Dan ga ik gewoon met de mensen die erin zitten, ga ik het creëren terwijl ze op de vloer staan. Nou, dat hebben we in repetitieruimte gedaan en nu zijn we het uitlichten. Maar ik heb ook een paar nummers waar echt gedanst wordt en dan heb ik thuis een kleine studio in huis. Met een spiegelwand en dan zet ik de muziek op en dan ga ik bewegen. En dan ga ik die muziek hard draaien en dan ga ik kijken wat er bij mij aan beweging naar boven komt. En zo langzaam, dat is een proces, zo langzaam krijgt het steeds een beetje meer vorm. En uiteindelijk dan ben ik tevreden en dan gaan we het uitlichten. Zo gaat dat meestal. Cool. Maar gaaf. Heeft u wel eens... Dat u gewoon niet weet wat u moet verzinnen of qua choreografie, wat doet u dan als u dat wel eens heeft? Nou, dat heb ik vaak. Maar dat heb ik voornamelijk in mijn voorbereiding. Dan ben ik thuis aan het werk en dan heb ik wel eens een dag dat ik die muziek wil horen en dat ik wel in mijn hoofd zie wat ik wil gaan doen. Maar dan komen die pasjes niet. Of ze komen wel, maar dan vind ik ze stom. Maar ik merk altijd dat als ik even met de dansers ga werken, dus als we in de repetitieruimte samenkomen, dan hoef ik niet alleen maar te putten uit wat ik zelf weet, maar ook die dansers hebben ook allemaal een opleiding. En die hebben ook allemaal ervaring en die hebben allemaal een bepaalde manier van bewegen, want ieder mens beweegt anders. Dus als ik dan de pasjes geef die ik bedacht heb, die ik misschien niet zo goed vond aan die dansers, dan word ik toch geïnspireerd door hoe ze het uitvoeren. En vaak vraag ik ook of ze zelf ideeën hebben. En dat vind ik het leuke theater, dat je het samen uiteindelijk maakt. Ja. En heb je nog een tip voor ons later als musicalsterren? Ja, kijk, belangrijk is dat je hebt 4 jaar tijd straks om een opleiding te doen. En je gaat een opleiding doen, dan kies je een opleiding. En daar ben je misschien een keer op internet mee gaan zoeken of je bent er gaan kijken. Belangrijk is dat je trouw blijft aan jezelf, dus je moet de juiste opleiding kiezen. En het is natuurlijk ook zo, als die opleiding afgelopen is, is je opleiding nog niet voorbij. Want in de praktijk ga je echt heel veel leren. Dus als je van die opleiding afkomt, is er altijd nog mogelijkheid om specialisatie te kiezen. Maar die opleiding is wel belangrijk, dus ik verwacht van jullie dat jullie die gaan doen. Afgesproken? Ja. Goed zo. Mooi. 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 Ik vond het zo vet. Echt heel gaaf. Ja. Maar ik vond het zo leuk om Stanley weer te ontmoeten. Ja, dat ook. Ja. En de decor was zo vet. Het decor was echt prachtig. Ja. Maar de repetities gaan nu weer beginnen. Ja, dus wij gaan weer kijken. Wat heb je gedaan? Dat is wacht, nee. We willen weer terug.